En dan de nummer 3 van vorig jaar. 11-13 al gelopen. Van Prins Hendrik, Marije van Hunestein. Het grootste talent van Nederland. Zilver bij het Europese juniorenkampioenschap van U-Track uit Utrecht. Niketia Sedol. En dan resteert er nog één van Vanos, de regerend kampioen 100 meter bij de vrouwen, dames en heren. Jamiel Samuel. Ja, wat dan te verwachten van deze finale ook hier allemaal van de partij. Misschien dat de verschillen iets groter zullen zijn dan bij de mannen. Ja, dat kan natuurlijk ook bijna niet anders. Vier mannen binnen 400ste van een seconde. Maar vooral een zaak om weer een goede race te zien. En dan doelen vooral op Daphne Schippers. Het is nog wat wisselvallig dan. Tekenen van herstel. Tekenen van de progressie die ze weer maakt onder Bart Bennema. Ja. 8 vrouwen liepen dit jaar onder de 11.40. Het is onwaarschijnlijk. De enige die ontbreekt is Bovien Jansen. Ja, niet aan de start, maar verder zijn ze er allemaal. Van Schippers tot Van Hunestein, die dus ook al de individuele limiet te pakken heeft. 11.13, Le Chaux de Fonds. Haalt er in de gaten in baan 6. Kan Jamiel Samuel de titel verdedigen. Maar moet het nog even samenkomen op de 100. De limiet voor de 200 heeft ze al binnen. Ja, voor de 100 moet het nog wel een stukje harder. Die gaan we vandaag niet lopen. Althans we, de vrouwen. Daarvoor staat de rit te vervelend tegen. Het gaat hier om de titel. De titel die dus vorig jaar aan de neus van Daphne Schippers voorbij ging. De valse start die ze afgelopen weekend ook weer maakte in Londen. Dat moet natuurlijk geen gewoonte gaan worden. Maar hier is ze ook een goede start nodig. Maar is ze op papier natuurlijk wel de absolute favoriet. Hoe goed de andere vrouwen het ook hebben gedaan dit jaar. Ik zie nog wel een behoorlijk verschil tussen. Kijk, daar is in baan 4 de B-junioren. Eerstejaars B in de Niketia Sedol. Kan duizendste tekort om de juniorentitel te pakken. Misschien wel goed voor de ontwikkeling. Misschien wel goed omdat ze een keer verloor. Niet dat het er niet gegund werd, maar het zal er gretig houden. Ook, maar ligt op weg naar Doha. Want ja, welke vrouwen gaan er mee met de 400 ploeg? Finale 100 meter met Statia in 1. Nadine Visser in 2. Ook al goed voor de 11.34 dit jaar. Schippers in 3, een absolute favoriete. Sedol in 4, Samuel in 5. Van Hunestein misschien wel de voornaamste uitdager. Wie zal het zeggen in 6 en dan Bogert in 7. Sedny in baan 8. Klaar. Hier allemaal wel in één keer goed weg. Dus het lastig zien wie een goede start heeft. Nou, hier is Sedol. En dan gaat de Schippers ook komen. Samen wel met een goed tweede gedeelte. Het is Schippers die aan de leiding gaat. Wie gaat er dan mee? Schippers voor Samuel Sedol. Misschien wel derde. Of is het toch nog Nadine Visser? Ik denk Schippers, Samuel Sedol. Maar officieel durf ik niet zeggen. 11.33. Met 0.9 tegen. Samuel wordt inderdaad tweede. Dan de derde plek. Ik denk dat het Sedol is. Jawel hoor. Niketia Sedol. Wat ze indoor ook al voor elkaar kreeg, doet ze nu weer. Blijft Visser voor Van Hunestein. Ja, licht teleurstellend wellicht. Sedny wordt zesde. Dat is ook een beetje de positie waar ze in zit. We gaan luisteren naar de winnares. Je zei net, wat een wind joh. Ja, dat is aardig een beetje tegen voor mijn gevoel. Dus dat was best pittig. Dat was best pittig, helemaal als je dan ziet die jonge B-junioren naast je die zeker in het begin echt heel snel weg is. Ja, ik weet dat ze goed kan starten en ik werk nog aan mijn starts, maar uiteindelijk blij gewoon met de winst, daar kwam ik voor. Daar kwam je voor, die Nederlandse titel is dan ook nu voor je. Wat wordt nu de weg richting Doha? Ik heb nu een paar weekjes training en dan is de volgende duimelijk Birmingham er alweer. En dan in Birmingham en dan echt richting Doha het wereldkampioenschap toe werken. Daar wensen we je in ieder geval vast heel veel succes toe. En dames en heren, mag nog een groot applaus voor de Nederlandse kampioen 100 meter, Daphne Schippers. Ja, de startkwaliteiten van Sedol zijn bekend. Daar is Samuel met een
goed middengedeelte. Lijkt nu nog redelijk op een gelijke hoogte met Schippers, maar die heeft dan toch dat sterke eindschot en het verschil wel weer heel duidelijk. 1900ste ten opzichte van Samuel. Ja, zo zijn dit een beetje de verhouding. En dan Van Hunestein, nou, teleurstellend. Had misschien stiekem wel een beetje op een medaille gehoopt. Nou, gezien haar seizoen is dat ook niet zo gek. Maar ook de vrouwen staan er goed op met die estafette ploeg. En in Cero dus een nieuwe vrouw. Ja, daar kan je bijna niet meer omheen als je ziet hoe ze de afgelopen twee weken heeft huisgehouden. Eerst dus in Boeras, waar ze met twee medailles vertrok. En nu dus gewoon het brons bij de senioren. Zo direct uiteraard nog de Nederlandse kampioenschap.